Zeg Frank Evenblij, schoonspringen. Heb je daar wat mee? Ja, ik vind dat echt een prachtige sport. En sterker nog, altijd als ik op vakantie ben en ik zie een rots, dan moet ik daar gewoon vanaf springen. Oh, het is wel iets meer dan alleen maar bommetje, hè? Een saltootje maken, anders is het geen schoonspringen. Volledige concentratie op de te maken sprong en uiterste lichaamsbeheersing zijn de belangrijkste voorwaarden voor een feilloze afwerking van de oefenstof. Ja, maar ik was, net als ieder andere jongen van boven de 35, gewoon zo verliefd op Daphne Jongejans. Ah, Daphne Jongejans. Oh, Daphne, daar heb ik me zo vaak op afgetrokken. Die beschouw ik gewoon als ex. Ik denk maar zo, als van die grote cultuurdragers als Terror Jaap en Petty Brat als die het kunnen, dan kan ik het ook. En jij? Ga je ook van de plank? Ik praktiseer er niet over, maar ik kan het ook echt niet doen, want ik heb ontzettend last van hielrot. Hielrot? Maar ik ga wel jureren. Uschi Freitag, dat vind ik eigenlijk een hele mooie naam. Klinkt een beetje als een sexy moordenares uit een James Bond film of zo. Ah, dat vind ik wel een compliment. Wanneer dacht jij schoonspringen? Dat is nou echt mijn sport. Redelijk vroeg, toen ik een jaar of 4 was, 5. Ik heb het idee altijd in schoonspringen dat het doel is, op het moment dat je in het water komt, dat je zo min mogelijk opspat. Ja, dat is zeker waar. Dat is een van de onderdelen bij schoonspringen die heel belangrijk zijn. Dus nooit een bommetje? Nee, geen bommetje. Nou viel mij op toen ik binnenkwam dat jouw haar in de kleur zilver is geverfd. Is dat met het oog op de Olympische Spelen? Nee, ik dacht laten we een keer wat anders doen. En deze kleur heb ik daarvoor gekozen. Het had ook goud kunnen zijn? Het had ook goud kunnen zijn. Of brons? Nee. Ben ik altijd het engste weer van schoonspringen, dat je met je kop naast een sprong dat je op de plank slaat? Ah, dat gebeurt niet zo heel vaak, moet ik zeggen. Er gebeurt misschien één sprong op de 5000 of één sprong op de 10.000 sprongen. Dus dat gebeurt echt niet veel. Hoe vaak heb jij het al gehad? Met mijn hoofd op de plank? Nog nooit. Met je hand? 4 of 5 keer. Voet op de plank? Ook 4 of 5 keer. Erik die gaat straks meedoen met... Ik kan helaas niet meedoen, want ik heb ontzettend last van zwemmen, zeg ik zeggen. Maar ik ga meedoen met jureren. Mooi. Maar Erik Dijkstra, die is in heel veel dingen goed. Complimentje, hè? Maar motorisch, waardeloos. Ik heb normaal heel vaak van sporten waar we mee doen en denk van, dat kan ik ook wel. Heb ik nu helemaal niet eigenlijk. Ja, we zullen het dadelijk gaan zien. Wat wij hier doen is zeg maar onze droogspringruimte en hier doen wij onze warming up. Je gaat nu eerst springen in deze fictieve bak met water. En in deze fictieve kussenbak, zeg maar. Nou, laat maar eens zien. Sorry. Ik vind het hartstikke fantastisch. Ik zie het. Maar ik doe dit voor geen 100.000 euro. Ja, maar je moet het wel proberen. Nee, kom op man. Ik dacht dat ik de potloodsprong ging doen of zo. Daar beginnen we mee. Ja, maar dit is een dubbele salto wat hier gebeurt. Kun je dan potloodsprong laten zien? Potloodsprong. Die wil ik wel proberen. Dat kan een 3. Ja, maar die kan je wel. Dat mag ik begin zorgen. Jury klaar? Jury staat klaar. Dus op het moment dat ik omhoog spring, zo. Ja. En dan zo. Ja. Oké. Zal ik aftellen? Oh, kom nou alsjeblieft. 1, 2, ja, ga maar. Ja. Ik vond het niet. Ik vond... Hoe zag het eruit? Hè? Nou ja, het is alsof je ergens inspringt en volgens bloem. Dat er niet meer uitkwam. Je kwam er echt niet meer uit. Hoe vond jij het, Uschi? Ik vond het heel galant. Ik vond het best wel goed, toch? Liva, jij bent oud-schoonspringer en tevens commentator, hè, van het schoonspringen. Ja. En je weet dus ook heel veel van het jureren. Yes. Wat zijn de belangrijkste dingen waar je op let als jurylid? Er zijn 3 dingen wat gewoon heel belangrijk is in het schoonspringen. Hoogte, techniek en elegantie. Nou, over die elegantie maak ik me geen zorgen. Alleen hoogte en techniek, hè? Nou. Wat zeg je? Mooi pak. Voor stijl krijgt hij sowieso punten. Ja. Laat het maar wel gaan doen, hè? Of niet? Ja. Nou, ik doe mij niet mee. Niet slecht. Denk je dat je klaar bent voor het echte werk? Wat bedoel je met het echte werk? Nou ja, dit is een beetje het kikkerbadje van de schoonspringer, wordt dit wel genoemd. Vind je het onprettig? Ik vind het bijzonder onprettig. Deze durf ik nog wel, denk ik. Ja.
Wil je nog iets zeggen tegen je kinderen? Ga maar. Is gelukt! Inge Heestra, ik moet zeggen, diep respect voor wat je hebt gedaan. Ik vind het echt heel erg knap. Ik zal je eerlijk zeggen, ik vond het dood en doodeng. Ik ben er helemaal shaky van nu. Maar ik moet ook eerlijk zijn. We zijn jury en die houden ook geen rekening met omstandigheden. En dan letten we op drie dingen. Techniek, hoogte en elegantie. Hoogte. Nou, er is 3, 5, 7 en 10 meter. 5 meter, dus dat is eigenlijk is een half punt eraf, sowieso al. Maar het gaat om de hoogte die hij zelf creëert, hè? Ja, maar die van de 5 meter, hè? Nou, hallo, ik bepaal je. Wie is in de jury? Ben jij dat of ben ik dat? Geef jij eens een eerlijk cijfer. Een eerlijk cijfer? Gewoon echt een eerlijk cijfer? Een 2,8. Vond je het eigenlijk goed gaan zelf? Nee. En dan kan je dit wel vertellen. Ik doe het nooit, maar nooit weer. Thank you.